Je leert gegevens kopiëren in een werkmap. Selecteer het celbereik B4C8. Klik in het lint op Start, Klembord kopiëren. Klik op cel B10. Ga naar Start, Klembord plakken. Het celbereik is gekopieerd en de actieve cel is cel B10, linksboven in het gekopieerde celbereik. De gestippelde kader is nog aanwezig rond het gekopieerde celbereik. Druk op de Escape-toets om te annuleren. Rechtsklik op cel E2. Klik op Kopiëren. Selecteer het gebied A2. A12. Rechtsklik op het geselecteerde gebied en klik bij Plakopties op Plakken. De inhoud van cel E2 wordt in elke cel van het celbereik A2 A12 geplaatst. Selecteer cel A18. Druk op de Entertoets. De cel wordt gekopieerd en de gestippelde rand is verdwenen rond cel E2. Blijf staan op cel A18. Zoek de verplaatscursor op de cel. Druk de controltoets in en hou deze ingedrukt. Sleep de inhoud van de cel met ingedrukte linkermuisknop naar cel A13. De inhoud van cel A18 is zonder het klembord te gebruiken rechtstreeks gekopieerd naar cel A13.